Dus het werkt als een tiet, eerlijk gezegd. Het voelt wel een beetje smerig. Hoi, superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe Action Unboxing. Ik ben Marloes en je kent me misschien van mijn budgetblog. En ik ben hier vandaag naartoe geglibberd met de auto door de sneeuw, omdat er super leuk nieuws is. De X, zo blullen. Maar er is vanaf nu in Nederland ook Click and Collect. En dat is super leuk. Wat is Click and Collect? Dat betekent dat je een deel van het Action assortiment nu online kan reserveren. En dan kan je het ophalen en betalen in de winkel. Nou, aan het aantal reserveringen te zien heeft iedereen Action heel erg gemist. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel jij Action hebt gemist en welke producten dan daadwerkelijk. Laat het me vooral hieronder weten in de comments. Ik zelf heb de afgelopen weken Action echt heel erg gemist en op de stomste momenten. Soms denk je, echt Action, zo gemist en ik ben heel erg blij dat er nu Click and Collect is. Kijk met me mee naar de producten die ik ga unboxen en maak alvast je eigen online shoppinglijstje. Oké, ik ga het eerste product hier uit het gat toveren. Pas net. Oh nee, pas net niet. Oké, pas niet. Wacht, ik doe het anders. Het is een kruk van supermooi hout, moet ik zeggen. Een teakhout kruk die je supergoed kan gebruiken als bijzettafeltje of als nachtkastje. Maar natuurlijk ook gewoon om op te zitten. Superleuke aanvulling op je interieur als je in deze tijd misschien je interieur een oppepper wil geven. Oké, komt-ie. Ta-ta-ta-ta! Nou, dit is echt een allesbehalve sexy product, maar het is wel echt mega praktisch. Oh, er zijn er een paar in elkaar gestapeld. Het zijn namelijk opbergboxen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik met deze tijd die ik nu extra om handen heb, wel aan het opruimen geslagen ben. Dus deze zijn mega handig. Dit is er eentje. Ja, hoeveel liter? Geen idee eigenlijk. 5? Ik denk 5 liter. Oh, hier staan ook allemaal plaatjes waar het handig voor is. Oh, en ze zijn trouwens stapelbaar. Dus dat is ook goed om te weten. Deze box kost €1,49 per stuk. Tover weer iets nieuws uit het gat. En het is dit keer een draadloze muis. Nou, we werken natuurlijk allemaal thuis. En een draadloze muis is echt een must-have. Wat is dit voor een speciale draadloze drieknopsmuis met nano-USB-ontvanger? Oh, batterijen zijn inclusief. Dat is goed om te weten. Hij is €3,79. Dat vind ik echt een kopie. Want ik heb toevallig onlangs een nieuwe muis gezocht. En die waren echt niet zo goedkoop. Tadaa! Deze is handig. Handig, waarom zeg ik steeds handig? Wat stom. Deze is leuk voor een creatief project. Ik moet eerlijk toegeven dat toen we pas net binnen zaten met z'n allen, maart vorig jaar, dat ik toen dacht dat ik heel creatief ging worden. Dus ik heb heel veel verf ingeslagen en ik heb wel geteld misschien 2 keer geschilderd. Mocht jij nou wel helemaal losgaan op een canvas of op papier, dan is deze acrylverf echt super fijn. Mensen zijn hier echt fan van. Ze zijn er in allerlei verschillende kleuren. Echt tientallen kleuren heb ik ze voorbij zien komen. Dit is Peach Pastel. Deze verf kost voor echt een flinke tube, hoeveel zit erin? 250 milliliter, €1,79. Ik heb ook nog een andere hand. Dat was heel raar, is dat de hele tijd hieronder. Panties. Echt mega, ik heb echt een nieuw stopwoord en dat is mega. Ik moet er nu mega mee ophouden. Panties, ik zou ze niet aanraden op dagen zoals vandaag. Het is vandaag min 7. Dat is ook een van die producten die ik de afgelopen tijd heb gemist. Ladder in je panty, wat doe je dan? Dan ga je even naar Action om even een om een goedkope panty te scoren. Wat is dit? Een 60 denier panty. Dus dat zijn van die lekkere dikke die niet zo heel erg doorschijnen en die ook nog een beetje warm zijn. Panty van 60 denier is €1,89. Het zijn van die kleine wekpotjes, van die opbergpotjes die super handig zijn voor je kruiden in de keuken. Mocht jij nou aan het koken geslagen zijn de afgelopen periode, dan is dit echt heel erg leuk om kruiden in te doen in je keuken. Ik persoonlijk heb echt een schurft hekel aan koken, maar ik vind deze wel leuk staan in de keuken. Dus voor de gezelligheid kan het ook. En nu ik ze zo zie, denk ik dat ze ook heel handig zijn voor allerlei andere hobby-spulletjes om in te doen. Kraaltjes of zo. 4 van die glazen potjes zijn €1,99. Je moet normaal dit met de ogen dicht doen eigenlijk, hè? Oh, we blijven in de keukensfeer, hè? Dit is chili and garlic flavored oil. Ik kan dat dus niet uitspreken. Olie met knoflook en chili. Oh, dit vind ik echt heel erg lekker. Dit doe ik wel eens over pizza.
als ik uit eten ga. Dat is echt al een hele lange tijd geleden, kan ik je vertellen. Plantaardige olie met chilipeper en knoflook. Nou, mocht je het niet heel veel gebruiken, staat het eigenlijk ook gewoon heel erg leuk in de keuken. Kijk, er zitten allemaal chiliflakes in. Ik weet niet of je dat kan zien, maar het ziet er heel erg fancy uit. Het is eigenlijk ook best wel een leuk cadeautje om te geven als je bij iemand gaat eten of zo. Als het weer kan. Een halve liter van deze chiliolie met knoflook is €1,95. Gabbelen. Het is een doosje. Even kijken. Een houten doosje met een gouden slotje. Oh, en aan de binnenkant zit een spiegeltje. En een soort verdeeldoosje. Dit zou gebruikt kunnen worden als sieradendoosje of als hobbydoosje bijvoorbeeld. Houten decoratieboxje. Ja, je zou hem ook nog eventjes kunnen schilderen. Ik zie mogelijkheden hier. Hij is echt van dat onbewerkte hout. Dus ik denk dat het de bedoeling is dat je hem zelf versiert. En dan heeft hij hier zo'n verdeelbakje. En nog een bakje hieronder. Dit doosje kost €1,99. Kaarsen. Lekker, met vanillegeur. Nou, ik heb dus heel erg... Nee, laat ik het positief houden. Ik ben meer fan van de zomer en de lente. Maar wat ik wel leuk vind aan deze donkere periode is dat we lekker de kaarsjes aan kunnen doen. Het zijn 3 stomkaarsjes. Ja, heel basic eigenlijk. Een beetje off-white kleurtje. Ja, ik kan er niks fanciers van maken. Kaarsen heeft iedereen nodig. En ik weet dat heel veel mensen action missen voor kaarsen. Dus ga ze vooral inslaan. En deze ruiken nog lekker ook. 3 stuks kosten samen €2,64. Wat is het? Een charcoal facial mask. Dus met houtskool. Nou, ik zie al helemaal een pamperavondje voor me. Met al deze dingen die ik uit... Het gat tover. Dit is er eentje voor de normale huid. Blackhead peel. Of, oh, gadver. Meeeter. Remover. Of hoe heet dat? Om onzuiverheden en dode huidcellen te verwijderen. Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Want ik denk namelijk dat die zwart is. Peel off. Dus dat betekent dat je het eerst aanbrengt. Dat het dan opdroogt. En dat je dat dan er dus zo aftrekt. Oh, ik ben echt wel heel benieuwd. Oké, ik ga even proberen hoe dit in zijn werking gaat. Oh, ik durf niet. Het ziet er echt heel vloeibaar uit. Oké, daar ga ik. Woe, koud. Ho, ho, ho. Het voelt prima en het ruikt ook lekker. Nu moet het dus opdrogen en dan kan je het er dan zo meteen aftrekken. Ik ben benieuwd. Ik heb even vals gespeeld en het er stiekem afgehaald. Want ik wil door met deze video om jullie te laten zien wat je met Click & Collect kan bestellen. Hij kost €1,99. Een sportief item. Wat hebben we hier? Een sportarmband voor je telefoon. Superleuk voor de sportievelingen onder ons. Hoe werkt het? Nou, je hebt je telefoon, die doe je hier in. En dan klik je dit zo om je arm met klittenband. Er zit trouwens ook een gleufje voor je sleutel in. Hij heeft een touchscreen-proof schermpje. Hij is voor telefoons van 80 tot 160 mm. Dus ik denk, ik heb een iPhone Max. En die past er denk ik ook in zonder hoesje. Deze sportarmband kost €1,99. Brownies! Choco brownies, 6 stuks. Met Alpenchocolade. Nou, hier kun je me altijd voor wakker maken. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik nog nooit zoveel gefroten heb als het afgelopen jaar. Het is echt absurd. Maar goed, je moet het leven leuk houden. En dat doe ik met snacks. Oh, ze zijn per stuk verpakt. Ze zijn wel in die mini. Hapslik weg brownies. Ik verwacht hier wel veel van, want het is Milka, dus dat is een goed merk. Let's go. Mmm. Het is echt heel lekker. Hij is een beetje smeuig. 6 stuks, kost €1,49. Hey, een interieur item. Mango boedenbol. Ja, het is dus echt een mango houten schaal. Dat is echt super chic, de friemelhout. En dat kan je gewoon bij Action kopen, blijkbaar. Nou, leuk als fruitschaal of om je sieraden in te doen. Eigenlijk... Overal wel leuk, denk ik. Het zal wel duur zijn. Deze houten schaal kost €4,99. Dat is echt een kopie voor mangohout. Nou, dit is een oude bekende. Want deze heb ik al een keertje in een shoplog laten zien. Toen was ik super enthousiast. Het voelde echt mega lekker. Maar eerlijk is eerlijk. Je moet hier dus goed tegen kunnen. Laat ik het zo zeggen. Want ik vind dit... Ik haal ze er gewoon weer even opnieuw uit. Hop. Oh ja, kijk, dit vind ik dus heel lekker voelen als je dit zo... Maar als je dit eenmaal aan je voeten hebt, je moet er wel tegen kunnen dat je een soort van zweetkakkies hebt de hele nacht. Want dat is natuurlijk de bedoeling. Het zijn spa sokken, misschien moet ik dat even bij vertellen.
het helpt om crèmetjes in je voeten te laten intrekken. Dus stel, jij brengt een lekker crèmetje op je voeten aan. Dan doe je deze aan, 's nachts. Heel gek voelt dat. Want de binnenkant is namelijk helemaal van siliconen. Het voelt een beetje alsof je zweetvoetjes hebt, maar... Dan als je de volgende dag wakker wordt, dan heb je echt wel hele zachte voeten. Dus dat is wel echt een aanrader. En je kan er ook gewoon mee rondlopen. Hij heeft anti-slip. Dus het werkt als een tiet, eerlijk gezegd. Het voelt wel een beetje smerig. Twee van die sokken kosten €2,98. Oh, ik tover nog een paar kaarsen uit het gat. Altijd goed natuurlijk theelichten. Het ziet er nou uit dat ze echt jumbo zijn. Ja, dit zijn echt joekel theelichten. Die gaan wel 10 uur mee. Nou, genoeg licht en gezelligheid dus als je dit pakket in huis hebt. Zijn er 12? 12 van die joekels van een theelichter, die kosten €1,89. Nou, dit is wat mij betreft echt de topper van deze unboxing. En deze had ik stiekem al gezien. Ik ga proberen hem tevoorschijn te toveren. Het is dus een kleed. Of hij staat op de site, geloof ik, als hoogpolig karpet of zo. Super fancy, maar het is gewoon kleed. Mooi kleed. Hij is 1,90 meter lang, dus ook echt een flink ding. Ik moet toegeven dat ik hier dus echt naar heb gezocht in Marokko. Want deze kleden worden in Marokko door veel mensen gemaakt. Vond ik zo takkenduur dat ik dacht, nou, laat me zitten. Maar deze kost €34,95. Dus dan is het echt zeker de moeite waard om uit te proberen. En een van de voordelen van Click & Collect... is dat je natuurlijk de boodschappen die voor jou zijn apart kan laten leggen. Dus als je geluk hebt en ze hebben hem bij je winkel, dan kan je hem via Click & Collect reserveren. Dat waren ze. Een aantal van de producten die je via Click & Collect kan reserveren. Ik ben heel erg benieuwd wat jij gaat reserveren via Click & Collect. Kijk vooral even op action.com, want daar zie je het hele assortiment. En kan je winkel kiezen waar je het bij jou in de buurt kan ophalen. Laat me weten hieronder wat jij gaat bestellen. Misschien breng je mij of iemand anders nog op een goed idee. Doe vooral een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En vergeet niet om je te abonneren, zodat je op de hoogte blijft van al onze nieuwe video's. Ik hoop je heel erg snel weer te zien. En super bedankt voor het kijken. Als je mij wil volgen, dan vind je mijn Instagram kanaal hieronder. En mijn blog. En dan zie ik je hopelijk bij de volgende video. Tot dan. Doei.